Wij zijn afgelopen zaterdag geconfronteerd met een artikel uit het Financiële Dagblad. En daarin lazen we dat eigenlijk de eisen die in Nederland aan bruggen en viaducten worden gesteld, toch wel behoorlijk doorgeschoten zijn. Want wat is namelijk het geval? Er zijn normen uit Europa gekomen en elk land moet dat verwerken in zijn eigen wetgeving. En dat heeft Nederland ook gedaan. Alleen de Moerdijkbrug over het Hollands Diep, die heeft model gestaan voor die veiligheidseisen van die bruggen. Met andere woorden, bruggen op gemeentelijk grondgebied die veel minder zeg maar, intensief gebruikt worden als de Moerdijkbrug. Ja, die zouden toch aan diezelfde eisen moeten voldoen. Dus wij hebben het college gevraagd door middel van schriftelijke vragen wat die situatie betekent voor Almelo. En ook wat eraan te doen is op dat vlak. Want we zijn nu in Almelo bezig met het opstellen van een visie op, zoals dat met een deftig woord heet, civiel-technische kunstwerken. Dus dat gaat over bruggen en viaducten. Ja, en daar hangt, als je dat gaat vervangen en weer aan die eisen wil voldoen, ja, dan gaat daar een enorm kostenplaatje mee gemoeid. En we moeten natuurlijk wel kijken of die eisen proportioneel zijn voor de situatie in Almelo. De gemeente is nu bezig met een integrale visie, vooral ook om prioriteiten te stellen welke brug wanneer aan vervanging toe is. En vooral ook welke daarbij het belangrijkste is om als eerste te vervangen. Want ja, die veiligheid, die constructieve veiligheid, die moet natuurlijk wel gewaarborgd zijn. We kunnen niet het risico lopen dat er iets instort. Maar ja goed, waar wij naar op zoek zijn is hoe proportioneel zijn die eisen. En dus ook de vraag of de gemeente kan afwijken van die landelijke normen en meer zeg maar, met een maatwerknorm voor Almelo zou kunnen gaan werken. Dus of er uitsluitingsgronden zijn zeg maar, waar de gemeente mee om kan gaan. Ja, exact. Nou, ik weet niet exact dus wat het concreet in financieel opzicht betekent. Maar de CDA-fractie is van mening dat die eisen zoals die nu voor Nederland gelden, dat die wel doorgeschoten zijn. Ik kan me ook voorstellen dat de situatie zoals wij die nu aanhangig maken in Almelo, ja, dat net zo goed voor onze buurgemeenten geldt. Ja, want wat ik al zei, het zijn landelijke eisen. En de vraag is eventjes wat dat concreet natuurlijk op gemeentelijk niveau betekent. Maar dat geldt niet alleen voor Almelo, maar dat geldt eigenlijk voor alle gemeenten in het land. Dus ik ben ook benieuwd of onze schriftelijke vragen op die manier ook een soort olievlekwerking over het land gaan hebben. Contacten met Kamerleden en op ander vlak, op provinciaal niveau en zelfs op Europees niveau. En daar komen natuurlijk van oorsprong de regels vandaan. Dus uiteraard blijft het niet alleen bij de vraag in Almelo en kijken wij ook vanuit onze eigen partij verder.